mensen van GamingSB en welkom bij een gloednieuwe kanaalreview. Let's go. En wie wordt het? Wie wordt het? Het wordt Mada Gaming. Dus ja, let's go. En hier zijn we dan bij Mada Gaming. Dus hij heeft hier wat updates. Dat is natuurlijk jammer, want je moet altijd een beetje proberen. Ja, ik bedoel, updates zijn goed, maar ik zie hier de laatste twee zijn niet echt video's. Ja, het zijn wel video's, maar geen serie of zo, of gameplay video. Maar op zich maakt het niet uit, dan gaan we gewoon een eerdere video kijken. En dat is Super Mario 64. Oké, op zich, intro is goed, hij is rond de 6 seconden. Ja, ik vind hem op zich wel goed. Misschien zou je hem iets korter kunnen maken. Ik had eerst ook een intro van 5 seconden, heb ik later naar 3 gedaan, want dat is gewoon, vind ik, beter. Dus, ja, voor de rest goed. Oké, ik ben nu een stukje aan het kijken en je bent al een tijdje gewoon aan het meeneurien, denk ik, met de achtergrondmuziek. Of zit zelf een beetje dat kan ook, maar ja, een tip is, heb gewoon een onderwerp klaar liggen. Dus bedenk het eerste onderwerp dat in je opkomt, dus misschien iets met Mario, want het is toch een Mario video. Dus nou, bijvoorbeeld jouw favoriete Mario karakter, dat is de tip. Dus ik ga nog eventjes verder kijken, want je bent nu nog in het begin van de video. Dus. Oké, je bent nu een dubbel jump of zo aan het doen. Ik heb het niet precies meegenomen. Dat komt omdat je geluid best wat zacht staat. Of je praat gewoon zacht. Wat je moet doen is gewoon ja, opnemen sowieso als je vrolijk bent. Dat doe ik meestal ook. Gewoon lekker al je energie in de video steken. Stop alle energie daarin. Dan kun je daarna alle energie in iets anders stoppen. Maar dit doet ook al veel te lang, vind ik. Ik vind het gewoon, ik zou hier doorskippen. Dat doe ik soms bij grote YouTubers ook wel eens. Bijvoorbeeld bij map van kijken dat ik doe of doorskip. Dus ja, een tip. Kijk, dit is natuurlijk, als je het zelf speelt, maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar je doet het nu voor YouTube. En dan zou ik toch eerder opgeven. En dan kijk je later in tussen de eerste en de tweede aflevering in. Van nou, hoe moet dat ook weer? Dat zou ik doen. Oké, ik vind op zich je commentaar is wel leuk. Alleen je hebt heel vaak dat je, als je niks weet te zeggen, weer het neurien. Dat is iets. Laten we nu maar gewoon eventjes kijken naar je show media en zo. En let's go. Laten we eventjes kijken bij over. Van nou, wat over. Oké, ik zie, hier heb je geen Twitter of zo staan, maar hier heb je wel allemaal linkjes, die doen het niet. Dus als je ze nou hier neerzet, dus aan de rechterkant van je banner, dan kun je er gewoon op klikken. Ik weet niet of je weet hoe dat werkt, maar dat zal ik wel even voordoen. Hier bij mij heb je hier de links. En hier heb je mijn Facebook, mijn Instagram en zo. En hier kan ik zo nog eentje bijvoegen en zo. Zo werkt dat. Ik weet trouwens, volgens mij is dit gewoon 4. En als ik hier 4 doe, dan komen hier 4 extra. En er komt 1 gewone, zeg maar. Dus 1 in dit geval GamingSB website. Maar ik zou dat ook vooral doen. Gewoon dit. Ook bij jouw kanaal, want jij hebt dat niet. En dat is wel heel handig, want dan kan ik gewoon eventjes, hoef ik niet deze hele link, ctrl-c, ctrl-v. Maar dat ga ik nu toch wel eventjes doen, want ik ben wel benieuwd naar je Twitter en zo. En ja,
Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Dus let's go. Oké, het eerste wat me opvalt, je hebt geen banner voor je Twitter. Je kunt gewoon deze afpakken. Zo van, hey, doe gewoon dezelfde als mijn YouTube kanaal. Ik denk dat ik dat wel zou doen. Ik heb dat ook. En hier voor de rest zie ik. Ja, hier 16 mei, 17 mei, 21 ineens. Dus dat betekent dat je al 8 dagen niet meer op Twitter bent geweest. Ik ben eigenlijk elke dag ben ik wel op Twitter. Ik zeg niet dat ik ook elke dag iets tweet. Alhoewel denk ik bijna van wel. Maar ik tweet. Oké, ik tweet bijna elke dag. Tweet ik wel iets. Dus ja, dat is ook een tip voor jou. Doe het gewoon. Tweet gewoon elke dag. Hè? Download Twitter op je mobiel. En als je dan een keer moet naar de wc moet. En moet schijten. Dan ga je gewoon lekker op Twitter doen. Dat doe ik ook heel vaak. Of ik heb het gewoon standaard als homepage. Dus dan start ik mijn dinges op. En dan ga ik gewoon eventjes. Hey, ik ben net wakker. Yo. Of ik doe zo van. Hey, ik ga nu video opnemen. Dat doe ik heel vaak. En ja, ik zie verder ook niet, maar je hebt natuurlijk ook al een hele tijd geen video's meer geüpload. Dus ik kan ook lastig zien of jij je video's deelt via dit. Oké, en dan hebben we hier nog Instagram. Ben eigenlijk ook wel benieuwd wat je daarmee doet. Ja, ik zie op zich wel. Volgens mij ben je hier wel redelijk actief. Tenminste. Lijkt me wel. Oh, hey, Smash the Movie. Die heb ik ook gezien. Ja, op zich wel leuke video. Of leuke movie, ja. Ja, ik vind het gewoon. Ja, dit doet hij op zich wel goed. Alleen ik zie weer geen video's. Ik zie wel dat je Minecraft. Maar. Nee, je deelt niet echt je video. Want dit is al een tijdje geleden. Dus nou, dat zou ik doen. Je moeder is een plopkoek. Ik weet niet helemaal waar dat op slaat. Ja, ik zou gewoon je doe gewoon Made Gaming of je naam Fabian. Doe dat. En hier stond dat je dus ook nog op een ander kanaal uploadt. Altijd goed. En ik wil ook zeker tegen jou zeggen van ga ook proberen veel te reageren en zo bij kleinere kanalen. En wat er dan gebeurt is dan gaan jullie misschien een keer met elkaar opnemen. Zo is het ook gegaan bij mij en Justus Perkamentus, oftewel Milan. En wij doen nu alle twee een serie op mijn kanaal en één op zijn kanaal. Nou ja, dat is echt een tip van ga gewoon ook bij andere kleinere YouTubers fanboyen, om het maar even zo te zeggen. En uiteindelijk kom je dan misschien wel met elkaar in contact. En dat zou nice zijn, toch? Op zich, video's die. Oh, die video is inderdaad leuk. Je hebt hier maar één afspeellijst, dat snap ik niet helemaal, want je hebt volgens mij wel meer series. Of niet? Oké, valt allemaal mee. Ik dacht dat je meer series had, maar ik bedoel, je doet nu ook Super Mario 64. Zet die dan ook in een afspeellijst? Dat is zeker een goed iets. Abonnementen, laat je gewoon zien. Nee, zero gameplay. Oké, sorry. Kom ik weer hoor, mijn fanboy. Ja, doe gewoon ook nog een paar kanalen. Echt die misschien waar je een keer mee samen hebt gewerkt, zet die ook gewoon toffe kanalen en zo. Dat helpt ook heel erg als je gewoon ja dat soort kanalen gewoon een aparte dingetje zeg maar, zoals ik hier heb. Ik zal het wel even laten zien. Ik heb hier namelijk toffe kanalen en als ik dan kijk, hier zijn een beetje nou de grote YouTubers waar ik wel fan van ben. Nou, en dan heb ik hier een beetje de mensen waarmee ik wel eens heb samengewerkt. Of ja, waar ik vaak reageer. En dat kun jij ook doen. Doe gewoon mensen die je tof vindt, waarvan je vaak reageert. Zet die gewoon bij elkaar in zo'n ding. En je kunt zo een nieuwe module maken. Dus doe dat. En als je niet weet hoe het werkt, ik kan er zo gauw ook eventjes niet opkomen, maar zoek dan gewoon op YouTube op van. Als je niet weet hoe dat werkt, zoek dan gewoon dit op: How to Edit Future Channels 2016. En ja, als je dat niet, dan zoek je het gewoon eventjes in het Nederlands op. Zal vast ook wel
Nederlands. En anders kun je natuurlijk altijd hier, deze is met CC, dus dat is met ondertiteling. Dus dan kun je gewoon die aanzetten en dan in het Nederlands. Ik wil zeker eventjes zeggen, op zich wel tof kanaal. Wat je kunt doen is hier je social media. Als je eventjes niet weet wat te zeggen, heb gewoon een paar onderwerpen, heb die gewoon klaar liggen. Dat je gewoon, als je eventjes niks weet, begin je gewoon over die onderwerpen. Het kan niet zijn over school of wat je laatst hebt meegemaakt. Doe zoiets gewoon. En zet je geluid harder. Want soms dan zeg je iets en dan kan ik het niet helemaal goed verstaan. En ik heb mijn dinges al redelijk hard staan. Dus dat is gewoon wat de tips van mij. En ja, voor de rest, dat was het. Dus veel succes met jouw kanaal. En vond je dit een leuke video? Duimpje omhoog. Vond je dit geen video? Geen leuke video? Vertel dan eventjes waarom. En dan zie ik je de volgende keer. Later.